And now, ladies and gentlemen, time to meet the reigning PDC Unicorn World Youth Champion, the Bully Boy, Michael Smith! Dansmariekes nog gauw even van het podium af. Door de neus van Michael Smith langs. The Hammerettes. Wat zo heten ze? The Hammerettes? Ja, ja. Dit is de man die nu weer even mag ingelopen is Morihiro Hashimoto. Die kennen we nog van eerder op de avond toen hij Paul Lim versloeg met 4-2. In die best of seven voorronde wedstrijd, best of seven legs. Ja, en deze twee mannen spelen dus om de eer het tegen Phil Taylor te mogen opnemen in de volgende ronde. En dat komt dan omdat Michael Smith als 32e geplaatst is, de laatste geplaatste speler. En dan is de kans dat je al snel de als eerste geplaatste speler tegenkomt natuurlijk zeer aanwezig. Of wordt het Morihiro Hashimoto, de ogre. 45. Dat zou een regelrechte stunt zijn. Tegen deze 45. Wereldkampioen bij de jeugd. 23-jarige inwoner van St. Helens bij Liverpool. Daar waar ook Dave Chisnall en Alan Tabern vandaan komen. 100. 180. Ja, de vorige partij was er een waar we, ik weet niet hoe lang op de eerste 180 hebben moeten wachten. En Michael Smith 44. Zet er haast achter. Zijn derde opeenvolgende WK. En wat zal hij blij zijn dat hij deze keer niet de eerste ronde tegen de Nederlander hoeft te gooien. Ja. Daar heeft hij niet al te beste ervaringen mee tot nu toe. 43. Koos Tompé. 2 jaar geleden. Ja. En Van Barneveld vorig jaar. Van Barneveld die ook wel verschrikkelijk goed speelde tegen Michael Smith. 108 gemiddeld had. Ja, Michael Smith is wel een jongen die aan het klimmen is op de wereldranglijsten. Dus ja, vervelend. Terwijl Hashimoto ook meteen zijn eerste 180 gooit. En Smith op 160. Nee, de tweede triple niet. En dan heeft Hashimoto nog 89 over. Triple 19 en dubbel 16. En nu via de 20 naar de bullseye toe. Of naar de bull 5 als je triple 20 gooit. En de Japaner pakt gewoon heel brutaal de eerste leg. Dat was wel zijn leg, hè? Maar toch? Ik vind het nog steeds brutaal. 100. Bye.
Ik heb een kijkersvraag van Robin uit Den Haag, Jacques. Die zegt, man, ik zag een aantal heren met de achternaam Smith voorbij komen in het schema. Ik kan me een Smith herinneren die in zijn worp nog even neurotisch een pulse draai van 360 graden gaf voor hij zijn pijn losliet. Is dat een van die Smiths die we vanavond in actie gaan zien? Want daar wil ik wel voorop blijven. Nou, blijf maar op dan, want die komt in de laatste partij. Dat is Dennis Smith. Een van de veteranen uit het veld. En hij gaat spelen tegen de tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis. Dus dat is ook een reden om te blijven zitten. Want hoe staat het met zijn vorm? 95. De laatste tijd goed, hè, bij Adrian Lewis. Ja, hij is in topvorm. Ik vind persoonlijk dat hij beter is dan de 2 jaar dat hij wereldkampioen werd. Hij gaat het WK beter in dan toen. Ja, ook de tegenstander is misschien wel beter in vorm. 41. Michael Uruguay 167. Dat is goed. En de rest hoeft niet, want Hashimoto staat nog niet op finish. Wat laat Hashimoto over? Hashimoto heeft één finish overgelaten. Dan moet hij de triple raken, dat heeft hij gedaan. Dan raakt hij ook de triple 19. Oeh. 129. Michael Uruguay 45. Marihiro Uruguay 12. Nog een keer. Hashimoto nu op de dubbel 6. Dubbel 6 hadden we het over. Morihiro. No score. Michael, you require 10. Give shot the second leg. En dan toch Michael Smith. Kan niet onmogelijk tevreden zijn over die leg Smith, maar hij pakt hem wel en komt terug tot 1-1 in de eerste set. Ja, ze begonnen in de eerste leg allebei met een keer 180. Terwijl we daar rechts, tenminste links stonden, maar dan aan de rechterkant al even die Dennis Smith in beeld hebben. En daarnaast die Adrian Lewis, die we zo goed kennen. Zij gaan hierna dus de laatste partij van de avond spelen. 45. Smith zal toch wel beter moeten gaan gooien, want Hashimoto heeft voorlopig geen probleem om hem bij te houden. 135. Allebei rond de gemiddelde van 75 zitten.
Oh ja. Dan maar even uit de losse pols. Oh, toch niet. Het ziet er wel makkelijk uit bij Smith. Maar Hashimoto gooit de dubbel. En zo gaat voorlopig alles nog met de legs mee. 57. Ik gooi er nog even de kijkersvraag in, Jacques. Henry Peters uit Baarlo. Wat kost gemiddeld nou zo'n pijl waar de meeste professionele darters mee gooien? En wat is de duurste pijl? Nou ja, goed. Gemiddeld kosten dit soort pijlen. Die zijn over het algemeen van 90% tungsten. Dat is wat is tungsten? Tungsten is wolfraam. Volgens mij heet het in het Nederlands, maar we noemen het altijd tungsten in het darts. De Engelse benaming ervoor. Het is een heel dicht metaal, dus de moleculen zitten heel dicht op elkaar. Vandaar dat het vrij dun blijft. Zodat je dit soort dunne darts daarmee kan maken. 125. En die tungsten darts kosten gemiddeld zo tussen de 50 en 100 euro voor een setje. Een setje bestaat altijd uit drie darts. En dat is waar zij mee spelen? Dat is waar zij mee spelen. 140. En in principe kun je daar heel lang mee doen, als je er zuinig mee bent. Sommige spelers kiezen ervoor, met name de professionals, om gewoon regelmatig toch een nieuw setje te pakken. Behalve Ted Henke. Ja, die gooit wel heel lang met zijnzelfde setje inderdaad. Er zijn er wel een paar. Het is heel moeilijk aan te geven wat daar het duurste setje is. Ja. Dat durf ik ook niet te zeggen. Ik durf niet te zeggen wat het duurste setje is. Overigens, voor degenen die daar wel in geïnteresseerd zijn. We hebben tijdens dit WK een prachtige aanbieding. Want we hebben dit soort tungsten setjes, dus die de professionals gebruiken. Voor de prijs van een recreatiesetje in onze shop. Dus ik zou zeggen, zeker daar even kijken. We hebben een drietal setjes in het zilver, in het goud en in het zwart. En volgens mij zijn ze onder de 40 euro nu. Dus dat is wel een mooie aanbieding. Een mooie kans. Een recreatiesetje. Ja, die zijn vaak van minder procent tungsten of van een andere soort metaal gemaakt. Dit is Michael Smith voor 2-2. Dit is Michael Smith voor dubbel 10 nu. En 36. Dit is Michael Smith die Hashimoto de kans geeft op 52. Zij zitten er klaar voor. Dat is 12. Dat is ook geen tops, dat wordt ook dubbel 10 proberen. 42. En hij aan de binnenkant. Michael, you require 20. Nu hij ook aan de binnenkant. Dubbel 5, Michael Smith. Oei, 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 hij is zo dubbels hoor. Our hero, you require 10. Dat begint een beetje dramatisch te worden voor de jeugdwereldkampioen. Zeker als Morihiro Hashimoto daarna ook nog de set uitgooit. Ik zou zeggen, druk maar op de knop voor de muziek en we gaan even rusten, want Hashimoto heeft de eerste set met 3-1 gewonnen. Ja, als het een beetje relativeert, dan zou je kunnen zeggen dat 85. Hashimoto de eerste set gewonnen heeft en hem ook begonnen was, dus dat het allemaal nog wel meevalt voor Michael Smith. Hij zal natuurlijk ergens ook een set van Hashimoto af moeten pakken. Om te beginnen deze zelf winnen. 59. Loopt daar een beetje ongeduldig rond. Zoals we ook Aaron Monk uit de hele wedstrijd hebben zien doen hiervoor. Ja, ook hij is jong en ook hij is ongeduldig. Wat dat betreft lijkt hij wel wat op Aaron Monk. Ja, ik vind het een ongelooflijk groot talent, Michael Smith. Hij wordt begeleid en geholpen door Gary Anderson. Die ook het talent in hem ziet. Het talent zit er ook wel zeker in. 85. Hij won het jeugd-WK natuurlijk, maar hij won ook al een Players' Championship bij de senioren. En al een keer een UK Open Qualifier, dat is ook gewoon een senior. 125.
Dus het zit er wel in, maar het moet wel lopen bij hem. Hij kan weinig forceren. Het gaat of het gaat niet. 94. Michael Uruguay, 40. 30. Loopt. Dubbels, die lopen echt. Of het loopt niet. Sorry, hoeveel dubbels heeft hij al niet gemist, joh? Dat is niet normaal. Nu... 13, denk ik? 12. 12 gemist. Ja, en die Japaner die komt er langzaam achteraan gehobbeld. En Smit staat alweer ongeduldig te drentelen in de achtergrond. 55. Michael Uruguay, 5. 1 en dubbel 2. Game shot the first leg. 1 en dubbel 2. Second leg is Morihiro to throw first. Game on. Ja, dat is echt een opgewonden standje hoor, die Michael Smit. Ik heb hem nog wel eens gezien in een van de toernooien. En dan verloor hij een wedstrijd waarin het helemaal niet naar zijn zin ging. En dan ging hij weg naar zijn hotel en dan kwam hij de volgende dag terug. En dan had hij een ei op zijn hand staan. Dat was niet normaal, had hij gewoon tegen de muur gaan staan slaan. Gewoon uit frustratie. Weet je, ja, dat zit er bij dit soort jonge jongens nog wel eens in. Publiek zingt de Japaner toe. Hij neemt het voor kennisgeving aan. 60. Wat betreft 140. De emotie kan het verschil niet groter zijn tussen deze twee. Het contrast. 140. De ongeduldige, ontevreden Michael Smit. En hij, Morihiro Hashimoto, die gewoon rustig doorgooit, die geen spier vertrekt. Die blij is dat hij hier mag staan. Ja, trots is met name dat hij hier mag staan. 140. Michael Uruguay, 103. 103 voor Michael Smit. Punt op de 19. Triple 20 niet gegooid. Ja, snel als hij zat. Accuraat niet. En de Japaner op 98. Die is wel accuraat met de eerste. Games on the second leg. Die is zeer accuraat. Third leg is Michael to throw first. Game on. En die maakt 1-1. 140. Dan blijft dus in het kielzog van Smit. Blijft zijn aanwezigheid voelbaar maken. 100. Na dat zenuwachtige gedoe van zo'n voorrondewedstrijd, best of seven legs maar. En dan ook nog tegen een grootheid. Een Aziatische grootheid, Paul Lim. Dan heb je nu wat meer de tijd en dan kan je lekker doorgooien. 140. Dan heb je meer. 85. Michael Uruguay, 131. Komt alleen niet op een uitgooi Hashimoto, dus heeft Smit de tijd voor 131. 91. 43. Michael Uruguay, 40.
Eindelijk pakt hij een keer de dubbel 10. Dat gebaar maakte er ook meteen bij. Ja, ik zou zeggen, probeer een keertje een andere dubbel dan. Als tops niet loopt, moet je het ergens anders zoeken, je geluk. 100. Michael Smith is een vrij snelle darter. Hashimoto is niet zo snel, maar ook niet super langzaam. Kijkersvraag van Rehetberger of zo. Die zegt, ja, er wordt vaak gezegd dat Justin Pipe langzaam is. Maar als je kijkt naar beelden van 15, 20 jaar geleden, stond iedereen er lang te mikken. Nou, dat is ook niet helemaal waar hoor. Ja, haakt gelijk in. 93. Die waren de snelle darters van vroeger. Jockey Wilson was een snelle darter. Cliff Lazarenko was een redelijk snelle darter. Bristow was zelf ook niet heel langzaam. Dat waren toch de toppers van die tijd. John Lowe was niet heel snel, inderdaad. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar dat zat niet in de league van Justin Pipe. Absoluut niet. Je had een paar hele trage Scandinaviërs met name. Die vertraagden heel erg. Perskou was echt... Poeh, dat was wel Justin Pipe-achtige snelheid. Maar zegt hij, kan je nou zeggen dat darters tegenwoordig meer op gevoel gooien? Nee, omdat je steeds meer snelle darters ziet. En die doen het heel goed. Lewis, Van Gerwen, dat soort mannen. Ja, die jeugd, die spiegelt zich daaraan. Dat zijn toch voorbeelden voor hen. Dus je zult steeds meer hele snelle spelers zien. Daar ben ik van overtuigd. Het geeft ook meer spektakel. Ja, het kan natuurlijk zijn dat je op een gegeven moment de conclusie moet trekken, als je die wilt trekken, dat het voor jou misschien toch niet helemaal de goede speelstijl is om heel snel te gooien. Nee, te snel is ook niet goed. Maar ja, het is voor iedereen anders. Dat is het probleem. Kijk, je kunt Vincent van der Voort niet meer leren om langzaam te darten. Hij doet al 30 jaar snel darten, dus dat is te laat. 40. Je moet het tempo aannemen waarbij jij je comfortabel voelt en waarbij je nog kan corrigeren. Dat is het belangrijkste. En met name moet je daar het goede materiaal bij zoeken. Hashimoto sluit weer aan bij Michael Smith. 57. En laat weten, jongen, deze leg die jij mag beginnen, die moet je goed gooien. Want ik ben niet te beroerd om hem van je af te pakken. Het publiek gaat er in ieder geval vast achter hem staan. Smith even met een kleine acceleratie. En nog een. 45. 60. Daar valt een klein gaatje, maar dan moet Hashimoto wel instappen. 140, 180. Dat soort scores. Het begin is goed hoor. 100. Michael Uruguay 115. Snel, snel. Supersnel. Maar niet erin. Marihiro Uruguay 115. Het zou wat zijn als die Japaner dit uitgooit, hè? Inmiddels staat Smith op 3 uit 18. Hashimoto gaat veel beter om met de kansen die hij krijgt. 5 en 13. 100. Michael Uruguay 20. Maar het is wel Michael Smith. Michael Smith. Die de tweede set pakt. Een set waarin alles met de darts meegaat. En dus is het 1-1 in sets. En dan mag Hashimoto weer beginnen. Als
steeds veel steun van het publiek geniet. 82. Tup, 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 tup. Hashimoto. Ja, het zingt ook lekker, hè? Dat is heerlijk. Het gaat een stuk beter dan Smith. 96. Ja, dat ruimt ook weinig op, hè? Ja, het vuurwerk zal vanavond in de laatste wedstrijd komen. Ja, dat kan niet anders meer dan dat het gaat komen. Precies. Het moet een keer komen. Dus blijf erbij. Zeker weten. Adrian Lewis speelt de laatste wedstrijd vanavond na deze partij tegen Dennis Smith. Adrian Lewis is een van de mannen die we toch op het hele korte lijstje van absolute topfavorieten hebben staan. Die 180 staan die ze allebei in de eerste leg gooien. Ja, dan denk ik, het brandt meteen los, hè, maar dat viel dan toch wel weer tegen. Met name Michael Smith is toch wel een jongen die de 180 is makkelijk erin prikt. 26. Dat was om Hashimoto te breken. Ja, hij had even gewild dat ze niet zo hard zongen op dit moment, geloof ik. 14 en tops heeft hij nodig. Is hij ook zo cool als dat hij eruit ziet? Ah, voorlopig wel. En dat haalt het publiek er ook lekker in natuurlijk. Michael Smith wordt met een minuut ongeduldiger. En rooier. Ondertussen wil Matthijs uit Nijmegen weten of er in het darten trainers zijn, zoals in het tennis en bij andere sporten. 17. Nee, hoe vreemd het ook mogen klinken, maar eigenlijk niet. Hoe weet een darter dan dat hij goed traint en beter wordt, is een van de vragen die hij ook nog stelt. Ja, geen idee eigenlijk. Ja, dat ze proberen zelf het een en ander. Hopen en denken dat ze dan beter worden. Het zit er wel aan te komen hoor, dat trainers of coaches er gaan komen. 86. Coaches zijn er nog wel. Echte trainers zijn er nog niet. Maar wat is in deze dan het verschil tussen een coach en een trainer? Een coach gaat mee naar zo'n toernooi en zorgt daar dat de hotelkamer op orde is en de inschrijvingen geregeld zijn. Het is meer een manager. Ja, daarom zeg ik altijd, het is lastig. Of wat is het verschil tussen een coach en een trainer dan? Ja. Ja, een coach is iemand die bij de wedstrijd zit en een trainer is iemand die bij de training is. Kijk. Normaal gesproken. Nou, dan zijn er wel coaches, maar geen trainers. Ze trainen natuurlijk wel met elkaar, topdarters, terwijl Michael Smith nu 105 over heeft. 65. Maar geven ze elkaar dan ook aanwijzingen als ze met elkaar trainen? Of is het alleen om elkaar beter te maken door elkaar tegenstand te bieden? Door tegenstand, ja. Dus helemaal niemand met een persoonlijke trainer. Echt helemaal niemand. Smith, een dubbel 10. Geen dubbel 10 voor Smith.
Dat is een buitenkans voor Hashimoto. Kijk hoe cool die nu is. Net niet cool genoeg. Dan krijgt Smit zijn dubbels nog eens een keer op orde. Ja, die dubbel 10 die gaat dan wel. Maar met name tops is een groot probleem voor Michael Smit tot nu toe. En als je die mist aan de binnenkant, dan kom je weer bij die dubbel 10 terecht. Ja. Maar ja, die loopt ook niet geweldig. Dubbel 5 hebben we ook al veel op zien missen. Goed, het woord is weer een Hashimoto. Die nog niet gebroken is door Michael Smit in deze wedstrijd. We hebben maar één break gehad in 11 legs tot nu toe. Die was in het voordeel van Hashimoto. Dat was de vierde leg van de eerste set. Die bracht hem ook de set in. 137. Nou, hij begint toch ook steeds beter te gooien, die Hashimoto, hoor. Begint zich comfortabeler te voelen op dat podium. 100. Heeft wellicht ook het gevoel dat er wat te winnen valt hier. Qua gemiddelde doen ze niks voor elkaar om. Ze zitten allebei rond de 81. Dat is natuurlijk niet super. Maar Hashimoto is beter op de finishes. 100. Twee keer zo goed zelfs op dit moment. Qua percentage 40-20. Ja, Smit scoort iets beter. Maar heeft heel veel moeite met die dubbels. 54. Nu weer in de leg van Hashimoto is die eerder op een goede finish. Ja, dan moet je hem ook nog uitgooien. Het aantal gemiste pijlen op een dubbel is 19 op dit moment voor Smith. Maak daar maar 20 van. Uruguay, 170 lukte net niet. Kijken hoe dat gaat met 110. Die zit er alvast in. Dus hij mag naar zijn favoriete dubbel toe. De dubbel 16. Ja, daar is de eerste break in het nadeel van Hashimoto. En dan is het aan Smith om daar nu gebruik van te maken. En van een 1-0 achterstand in sets naar een 2-1 voorsprong te gaan. Veel doorgooien. Bully. Bully tegen de ogre. Het zou een mooie animatiefilm zijn. 67. Michael Uruguay 164. 87. Van Smith met deze goede beurt langzaam stijgende. Maar nog wel even die dubbel gooien. 82. Ja, hij lijkt wel Hashimoto nu onder te hebben. Gaat nog niet zoals hij wil. Met name nog steeds die dubbel 20 niet. Ja, dat klopt wel ongeveer. Die afstand die hij aangaf.
En hier is Morihiro Hashimoto voor de rebreak. Ja, 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 ja. 152. Dat doet hij even knap. En dan staat Smith waarschijnlijk toch enigszins te balen in de achtergrond. Want nu is het dan toch ineens weer Hashimoto die de kans heeft om de set te gaan pakken. Dan moet hij wel een betere beurt produceren dan zojuist zijn eerste. Dat gaat hij doen. Dit is het gevecht om een 2-1 voorsprong in sets. Na deze leg weten we het, wie hem heeft. 58. Toch weer even de triple 19 erbij. Voor Hashimoto. Ook weer zo iemand die voorronde moest spelen en die 100. Ja, het is niet top, maar hij staat toch top behoorlijk te gooien. Ja. En hij gaat gewoon helemaal gelijk op dit moment tegen Michael Smith. Ja, dat is toch de nummer 32 van de wereld. Ik bedoel, het is niet de eerste de beste koekenbakker die hier staat. Nou. Nee, geen 180, maar wel 177. Daar doet hij zichzelf een ongelooflijk plezier mee, Michael Smith. Ja, als ik de coach van Smith zou zijn, dan zou ik ook wel eens een keer tegen hem zeggen... jongen, ga eens een keer niet naar dubbel 20 toe, maar probeer eens een andere dubbel. En nu kan je kiezen op 70. 100. Dubbel 18, dubbel 8 bijvoorbeeld. Dat doet hij, en dan 20 en dubbel 16, maar gaat weer voor 12 en tops. Ja, zo kan het ook. En het is goed voor de setwinst. Toch Michael Smith. Zo heb je tijdenlang maar één break gehad. En dan ineens heb je er drie op rij. Dat betekent dat Michael Smith een 2-1 voorsprong in sets heeft. 59. En dan begint nu de grootste klus voor Hashimoto. Hey, je kunt je afvragen of hij hier nog voor terug gaat komen, Hashimoto. Ik denk het niet, maar Michael Smith, het blijft nog altijd niet lekker lopen. Dan ligt Phil Taylor heerlijk in zijn slaapkamer in Stoke-on-Trent naar de televisie te kijken. Is de slaapkamer ook inderdaad? Dat denk ik wel, ja. Het is bedtijd, hè? Je bent professional darter, dan moet je gewoon op deze tijd op bed liggen. Rust is belangrijk. Het WK weer in bed. 137. En dan denk ik niet dat hij zich heel veel zorgen maakt om de volgende ronde. Kijk eens aan. De tweede 180 voor Morihiro Hashimoto. Het blijft een fantastische naam om uit te spreken. We doen het altijd met veel genoegen. Uit Okoyama. Ik kan niet de eerste leg afsnoepen van Smith. Kijk, dan zit hij weer in de wedstrijd. 24 en tops. Nee. En kan Smith tops gooien? Een vraag die we al meermalen gesteld hebben. Michael Smith. En nu heel snel beantwoord wordt. Second leg is Morihiro throwing first. Game on. En zo komt Smith weer een stapje dichterbij de tweede ronde. 85. En de Japaner moet nu wel zijn eigen lek houden. Anders
is het sprookje toch voorbij. Dan heeft hij goed gespeeld, dan komt hij toch tekort. Het sprookje van de ogre. Mocht u overigens nog kijkersvragen hebben, vuur ze op ons af. Het kan nog altijd, de hele avond. www.rtl7darts.nl/kijkersvragen of Twitter gebruiken en dan met name de hashtag RTL7darts. We hebben nog een partij te gaan hierna. Misschien heeft u een vraag over Adrian Lewis of een vraag over zijn tegenstander Dennis Smith. In ieder geval Breloch op Twitter heeft de vraag of Lewis als enige boven 100 gemiddeld gaat gooien. Wat denk jij? Ja, dat was de vraag al eerder. Hè? Gaat er nog iemand in de eerste ronde? Ja. Ik weet het zeker. Oké. Okay. Nee, Lewis gaat echt... Daar weet ik zeker van niet. Hij gaat niet alleen boven de 100 gooien, hij gaat ook nog eens boven de 105 gooien. Kijk, dat zijn boute uitspraken, heer Visgraper. Doe maar boude uitspraken. Maar... Daar voel ik me toch prettiger bij. Oké. Nou, in ieder geval een beetje vuurwerk. Ja. Om de avond mooi af te sluiten. We gaan immers richting middernacht. Hashimoto moet deze leeg houden natuurlijk. En dan moet hij 64 uitgooien. En dan moet hij nu dubbel 8 gooien. En die dubbel 8 blijft zeer, zeer ver weg. Kan hij opnieuw makkelijk tops gooien? Nee, hij moet weer naar de dubbel 10. En die gooit hij dan vervolgens ook niet. Dubbel 2 nu voor de Japaner. Dat was althans de bedoeling. En nu wordt het echt een beetje een zooitje. Hoppatee. Kijk. Zo voel ik me thuis. Dit doe ik ook iedere dinsdagavond. Dubbel 1. 2. Michael, you require 4. Ik wil hem ook niet aan de binnenkant gooien. No score. Oh. Our hero, you require 2. Morihiro Hashimoto. Stuur je pijl naar dubbel 1. No score. Kom, zo dadelijk papier tekort. Hij is zo bang om hem aan de binnenkant te gooien, volgens mij. En Smith ook trouwens, hoor. Van links naar rechts, van links naar rechts. En dan maar helemaal naar links. Met een loppie eroverheen. Nee, en nu staan we allebei op dubbel 1. En lager kunnen we niet. Iemand moet het groene vlakje raken. Nee, het groene vlakje. Ja, dan begint het inderdaad lachwekkend te worden zo langzamerhand. Hoera! Michael Smith is de winnaar geworden van de vorige leg, dames en heren. En hij heeft nog maar één gewonnen leg nodig. En dan heeft hij zich ontdaan van die vervelende Japanner. Voor hem vervelend in ieder geval. Morihiro Hashimoto. En dan mag hij door naar de tweede ronde. En krijgt hij weer een hele vervelende klus. Maar wel van een heel ander kaliber. Dan heeft hij in ieder geval niks te verliezen. Deze partij moest hij winnen. Dat was hij als een stand verplicht. Daar ligt ook wel weer wat druk op natuurlijk. In de volgende ronde verwacht niemand wat van hem. 57. Kan hij vrijheid spelen.
Maar ja. Zij blijven in ieder geval allemaal zitten voor de laatste wedstrijd. En ik zou het u ook zeker aanraden als u die mogelijkheid heeft om dat te doen. Want we krijgen nog een tweede, een tweevoudig wereldkampioen aan de hockey. En Lewis speelt tegen de pijlenkunstenaar uit Swindon, Dennis Smith. 60. De pijlenkunstenaar, als u wilt weten hoe dat eruit ziet. 96. Blijft hij dan vooral in de buurt van uw televisietoestel? Boel zijn gegooid. Nog één erbij. Nee. Die laatste gooit hij dan zomaar weg ook. Ja. Hij zal niet blij zijn, Michael Smith, met zijn getoonde spel. Maar als hij doorgaat, mag hij er ook niet klagen. Er zijn genoeg spelers die er al uit liggen die beter gooiden dan hem. Maar ja. Oh, Hashimoto gooit ze nog even dood op 128. Pas wel een beetje in de partij. Smith voor tops en de wedstrijd. Nee, nog niet. Heel in stijl. Nog een keer proberen, 128. Triple 20 en bullseye. Daar is triple 20. Tot zover. Michael, you're required 20. Dubbel 10, hè? Oh, dubbel 4 dan nu. 12. Ook weer niet. Marihiro, you're required 36. Dat betekent dat Michael Smith inmiddels 38 pijlen op zijn dubbel heeft gemist. 18. Kan hij zich in de volgende ronde niet veroorloven, heb ik zo het idee. Ja hoor, hij zit erin. Michael Smith kan onmogelijk tevreden zijn over deze partij, maar hij wint hem wel met 3-1 van de qualifier Morihiro Hashimoto. Tot zover.